Of brood in een zoutarm dieet past? Goede vraag. Ik geef je graag het antwoord. In bijna alles wat we eten zit zout. Van nature, toegevoegd door de makers en uit het zoutvaatje thuis. Ook in brood zit zout. Zout zorgt ervoor dat het brooddeeg niet plakt, geeft het brood smaak en zorgt voor een luchtige binnenkant en een knapperige korst. Maar te veel zout is niet goed. Daarom stoppen bakkers steeds minder zout in brood. Er zit nu al een kwart minder zout in brood dan vijf jaar geleden. Op aanraden van een arts of diëtist eten sommige mensen zoutarm, dat ook natriumarm wordt genoemd. Vaak begint dat advies met een proefperiode om te kijken of minder zout eten wel effect heeft. Het hangt van de zoutbeperking af wat je dan precies wel en niet kunt eten. In veel gevallen kun je met een zoutarm dieet gewoon brood blijven eten. Soms is het advies van artsen en diëtisten om brood te eten met minder zout. Natriumarm brood. Vraag er dan naar bij je bakker of supermarkt. Benieuwd naar meer broodweetjes of naar lekkere broodrecepten, kijk dan op brood.net.